Yo Nintendo fans, welkom bij misschien wel de ene laatste aflevering van Mario Galaxy. What? Zijn we dan al klaar? Ja! Kan je dan gelijk stoppen met het maken van video's? Gaas, ben je gek of zo? Die plant moet zich echt leren gedragen, jongen. Doe een blauw duimpje omhoog als je niet wil dat ik stop met het maken van video's. Anyway, nog maar een paar sterren te gaan. En... we gaan weer naar de Deep Dark Galaxy. Bubble Blast Off. Let's go! Kijk, ze staan dan. Ja, jongens. En als je dan een duimpje omhoog hebt gedaan, vergeet dan ook niet te abonneren. Dat is eigenlijk nog belangrijker dan een duimpje omhoog. Ik zou natuurlijk gewoon even zo'n saltootje kunnen maken. En dan hoppakee, een lekkere combi hoor. Zag die combi jump dan. Hop, hop en bam. Easy. Lekker. Nog een keer. Oh, oh, wow, 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 wow. Chill hem eventjes. Laat me dat even nog een keer doen dan, vriendje. Kijk hem schieten, jongen. Kijk hem schieten. Oké, nog een keer. Oh. Oké, wij kunnen dit. Wij kunnen dit. Kijk, ja. Hoeveel keer schiet je achter elkaar, jongen? 5 keer? 3, 4, 5. Ja, 5 bubbels achter elkaar. Oké, schiet maar. 2, 3, 4. Nou! Hou op! 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Ja, hij heeft nu 5 keer geschoten. Kan ik nu omhoog? Oh, bijna! Auw! Oh, ik kan ook gewoon hier blijven staan. Kijk, ik kan gewoon chillen. Hij kan me niet raken als ik hier sta. Oké. Go, go en. Oh, wacht! Pak hem! Pak hem! Nice. Boom! Okay, nu kunnen we waarschijnlijk wel daar naar beneden. Oh, oh, wacht even. Er ligt vast wel een muntje hier ergens. Ja, of niet? Kan ik hier dwars door deze ster heen? Ja! Nice! Oh, dan heb ik een ster, joh! Waarom wist ik dat helemaal niet? Hoppakee, hop. Pap, 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 pap. Starbits. Starbits voor leven. Lekker. Maak ze allemaal kapot. Nice. Oké. Er is er hier nog eentje over. Die gaat nu schieten. Dan moet ik even bovenop springen, want dan heb ik weer een muntje. Kijk, top. Echt lekker dat we er precies één over hadden gelaten. Nice. En hoppakee, nu hebben we weer de vuurbloem. Dan kan ik me nu af laten schieten. Ik weet alleen niet waar naartoe. Waarschijnlijk gewoon hier naartoe. Oh, maar hè? Heb ik dit? Ik kan toch ook gewoon hier naartoe? Oh, wacht. Ik moet nu een extra dingetje aansteken. Ik moet die nog aansteken. En ik moet die nog aansteken. Schiet er. Oh, ja, net. We hebben het net gehaald. En dan hebben we nu een ijsbloem. Nice. En die ijsbloem die hebben we waarschijnlijk nu nodig. Ik weet nog niet precies wat. Oh ja, dan kunnen we gaan schaatsen. Schaatsen. Woehoe. Het schaatsen is wel echt vet. Dat vind ik echt super vet gedaan. Dan kan ik hier bovenop. Dan kan ik... Oh, hallo? Ja, en door. Ja, en... Oh, en... Ja, ga maar. Ga maar. Nee! Nee! Godverdorie. Ik was net letterlijk 1 seconde te laat. Oké, herkansing. Woehoe! Dit gaat wel goed komen. Dit moet wel goed komen. Hop. 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 En hierin. Nou hoop ik dat ik hem nu hierboven niet nog een keer nodig heb. Nee, zo te zien niet. Moet ik nu hier naar beneden? Of kan ik ook op dat platformpje hier springen? Ik denk dat dat eigenlijk de bedoeling was. Oh, oké, dit kan ook. Nee! Oké, poging 2. Ik sta nu hier bovenop. Dit ziet er goed uit. Muntjes pakken. Of niet. Of geen muntjes pakken. Hoeft niet, Mario. Weet je, laat ook maar gewoon zitten. Loop maar gewoon even door. En dan ga je even hier naartoe springen. Wat is dit allemaal? Oké, dit is de bedoeling of zo? Waar gaan we helemaal naartoe? Wat moeten we überhaupt doen? Ik denk dat we sowieso even Kamek moeten nakken. Want Kamek die is een partijtje irritant aan het doen. Oh. Spring op zijn hoofd. Nice. Die is ook weg. Dan kunnen we in deze buis. En dan zijn we blijkbaar bij een bonusstukkie. Pakken we even dit muntje. Oh, kijk, nu hebben we een leuk liedje. Ik ga even niks zeggen. Nice! Uppies! Oh, wat? Het uppie verdwijnt ook gewoon! Ik zit hier gewoon te chillen. Al die moeite voor niks te doen, hè? Ik vind het niet eerlijk. Nou ja, oké, dan pakken we zomaar een uppie met al die starbits. Oké, ook goed. Ik voel me wel een beetje in de maling genomen. Oké, zorg in ieder geval dat we niet daar naar beneden vallen. Want dan moeten we echt een heel stuk overnieuw doen. Daar heb ik echt geen zin in. Kan het als ik deze jump maak? Ja, nice. Dan zijn we nu hier, oké, top. Ik kan waarschijnlijk gewoon in één keer zo hier overheen springen.
Ja, oké. Dan kan ik hier in deze paal klimmen. Moeten we even Kameki kapot maken. Oké, Kameki is kapot, maar ik ook bijna. Alright, even muntje pakken. En nu? Oh, wacht. Moeten we ons nu af laten schieten of zo? Ik sta hier niet voor niks, toch? Ik... Ja! Kijk! Lekker. Ik moest me net zo'n bubbel af laten schieten. Super grappig. Oh, kijk al die sheep hier zo. Al die visjes. Wat doen al die visjes hier, jongen? Het is een beetje een klein planeetje voor zoveel visjes, jongens. Wat doen jullie allemaal hier? Kom op. Ah, kijk. Nu kunnen we ons weer af laten schieten. Hoppakee. Door naar de volgende planeet. Nice. Hier moeten we zwemmen. Oh nee, hier hoeven we niet te zwemmen. Misschien wel. Ik weet het nog niet. Laten we kijken wat we hier moeten doen. We moeten met hem praten. We moeten met die Toad praten. Toad, wat moeten we doen? Er zit een Power Star in die watermeloen. Gebruik Ground Pounds om die tennisballen, de watermeloen te raken die die... Oké. Nou, ik weet niet. Oké. We moeten in ieder geval gaan Ground Pounden, jongens. Thanks voor je hulp. Dus, Ground Pounden. Oh, wacht. Oh... Ik moet precies ground pounden, denk ik, waar zo'n meloen is. Auw, en ik moet wel even opletten trouwens. Ja, ik heb er één. Ik ben ook wel bijna dood nu, dus ik moet even dit muntje pakken. Het is lastig, want je ziet zeg maar niet zo heel goed wanneer je moet springen. Die watermeloenen komen hier ongeveer. Oh, nog een muntje, nice. Nice. Kijk, hier kan ik wel goed zien waar ik moet springen. Dus als ik nou gewoon hier even wacht... en dan op het juiste moment ground pound, ja. Nice. Nog eentje te gaan. Die komt ongeveer hier, volgens mij. Als ze hetzelfde rondje blijven draaien, dan komt die meloen ongeveer hier terecht. Ja, kijk. Oh, ja, net op tijd. Ik dacht dat ik net te laat was, maar ik was net op tijd. Hoppakee. Gigantische watermeloenplaneet. En... Oh, wow. Pak die ster, Mario. Daar ging het alsnog bijna fout. Hoppakee. Weer een sterretje erbij, jongens. Nog 4 te gaan. Oké, laten we nog een keer teruggaan naar diezelfde planeet. Deep Dark Galaxy. Oh, Guppy is hier weer. Guppy is hier. Ja, dit wordt vet. Dit wordt super vet. De comeback van Guppy. Guppy is een baas. Maar waar is die? Daar, ik zie hem al. Ik zie... Ja, kijk, daar is die. Wat een baasie. Oké, zo te zien kunnen we nu gelijk de grot in. Dus dat is nice. Hier voor jou, Kamek. Hoppa, wegwezen. Daar hebben we alvast geen last meer van. Dus, Guppy die is hier ergens beneden. Guppy, kom eraan, vriend. Ik kom eraan. Oh, we moeten wel even flink uitkijken voor die... wat zijn het eigenlijk? Ik weet niet wat voor soort vissen het zijn, maar ik vind het best wel heftige vissen. Guppy, ik ben er. Yo, man. Hoe gaat het met jou dan? Guppy zegt, wat? Weer jij? Nee, je neemt me in de maling. Je denkt dat je sneller bent in dit meer? Nou, dan moet je door alle 8 die ringen zwemmen. Ja, dit is 1. We zijn niet per se... We hoeven volgens mij niet per se sneller te zijn. Of wel? Of moeten we wel sneller zijn? Misschien moeten we wel sneller zijn. Ik wil deze hebben. Ja, nice. Kijk, top. Nu kunnen we sowieso sneller zijn. Als we niet geraakt worden door iets. Ik moet wel even een bubbel pakken. Hier, bubbel. Bubbel. Nice. Oké. Okay. Oh, we moeten hier doorheen tussen al die kwallen door. Ja, nice. Nu? Waar moeten we? Oh, daar. Ik zie er hier één. Top. Ik zie er hier nog één. Oh, dit gaat sowieso fout. Dit gaat sowieso fout. Nee, lekker. We hebben het overleefd. Oké. Okay. Nog 3. Waar? Oh, hier. Hier. Ja, oké. Okay. Waar is nummer 2? Daar is nummer 2. Oh, we moeten deze pakken, want dan gaan we iets sneller. Oh. Moeten we echt sneller zijn dan Guppy? Want we zijn nu niet... Nee, ja. Oké, we gaan dit nog een keer doen. Zo hier even nu die bubbel pakken. Dat scheelt alweer wat lucht. En dan ga ik... pak gewoon nu gelijk al dit schildje, denk ik. Als ik nou gewoon gelijk dit schildje al vast heb op het moment dat we die challenge gaan doen. Dat zou super chill zijn. Volgens mij heb ik mijn schildje niet meer. Potverdorie. Nou is het hopen dat we dit gaan redden. Hij hoeft natuurlijk geen lucht te pakken. Oké. 7. Nu kunnen we hier deze pakken. Ja, oké. Nu moeten we gewoon tempo maken. Als we zorgen dat we nu sneller gaan. 6. Ik laat die even zitten. Hier nummer 5. Ja, we krijgen elke keer een klein beetje lucht terug. Hier nummer 4. Oh, nee! We worden door iets geraakt. Nee, we gingen zo goed. Oh, dit gaan we weer niet redden. Dit gaan we weer niet redden. Waar is de laatste? Daar is de laatste. Hij is al bij de laatste volgens mij. Oh, kunnen we het wel redden? Kunnen we het wel redden? Waarom pak je die ding niet? Nee! Nee! Pak die snelheid. Jawel! We hebben hem! We hebben hem wel! Ik miste die snelheidsring. Maar alsnog op het allerlaatste moment hadden we hem gewoon. Lekker! Guppy. Bedankt, man. Bedankt. Ik weet niet hoe we dit hebben gered, maar we hebben het gered.
Lekker. Soms moet je een beetje geluk hebben. We gaan weer even naar de Dreadnought Galaxy. En hier krijgen we te maken met kolossale kanonnen. Ja, kolossale kanonnen, jongens. Ik zeg voor de rest niks. Hoppakee, we zijn begonnen. We moeten hierop rennen of zo, op een bepaalde manier. Moet ik hier... Ja. Oh, wat? Waarom is dit zo ingewikkeld? Oké. Bobby, kom eens hier. Bobby, jij wil me aanvallen? Zorg maar er even voor dat ik een uppie krijg dan. Je hoeft me niet aan te vallen. Gewoon even zorgen. Kijk, top. Uppie erbij. Dan moet ik even gaan verzinnen hoe ik dit ga doen. Het is niet een kwestie van naar voren en naar achter rennen, denk ik. Of wel? Is het wel een kwestie van naar voren en naar achter rennen? Ja, oké. Oh, of niet helemaal. Kan ik nu gewoon deze sprong maken anders? Kijk, top. Nice. Wat is er met deze blokjes aan de hand? Al deze blokjes moeten waarschijnlijk geel worden. Tik, tik. Ja, oké. Dat is niet heel erg moeilijk. Gewoon even springen zo. Deze geel, deze. Ja, top. Allemaal mini chain chompies. Even deze terug geel maken. Ja, en dan de laatste twee. Pats, pats. Oh, wacht. Zij doen dat natuurlijk. Hoppakee. Ik ben jullie te snel af, vrolijke vrienden. Die chainjumpies die maken die blokjes weer blauw. Dat was wel nice gedaan. Hoe gaan we dit nou doen? Want ik ging net de hele tijd voor en achter lopen. Maar blijkbaar is dat niet helemaal de truc. Oh, je moet aan één bepaalde kant naar voren en naar achter lopen. Dus als je een beetje aan de rechterkant loopt, dan moet je daar blijven lopen. Laten we dit nog een keer doen. De camera angle verandert een beetje, waardoor het iets moeilijker wordt deze. Nice. Blijf gaan. Blijf gaan. Blijf gaan. Blijf gaan. Oké, blijf gaan. Denk ik. Ik moet ook... Wow. Dit is super moeilijk. Dit is echt heel moeilijk. Oké, ze zijn weg. Ze zijn weg. Ja, nice. Een bruggetje gemaakt. Ik dacht dat ik heel die schroef er doorheen moest sturen, jongen. Deze levels zijn serieus moeilijk, jongens. Geen grappies. Oké, gooi maar even die bom weg. Wegwezen met die bom. 1, 2, 3, 4. Boom. Bobby's, doe nou eens rustig aan. Ik heb jullie niet nodig. Ik ga er vandoor, ja? Bobby. Sorry, Bobby. Doei. En door. Waar gaan we nu weer helemaal naartoe? Wat is dit allemaal? Oh, dit wordt echt steeds ingewikkelder. Oké. Oh, dit is gewoon zo'n... Ja, ik snap hem. Dit is zo'n platformpie. Daar moeten we op blijven staan. En we moeten al die kanonskogels ontwijken. Oké, deze bom, die ontwijken we ook. Want die bom is te laat. Moet ik nu springen? Ja, ik moet nu springen. Oh nee, dit gaan we op zijn kop doen. Oh, dit wordt moeilijk. Dit wordt moeilijk. Ja, oké. Deze hebben we gedaan. En door, denk ik. En nog verder door, denk ik. En weet je wat? Ik ga gewoon verder door. Ik spring gewoon door. Ja, top. En dan mogen we nu denk ik weer naar beneden. Yes. Oké. Goombaatje. Oh. Of geen Goombaatje. Spring maar gewoon even door. Ja, nice. Hier moet je echt focus voor hebben. Ik vind het best wel knap van mezelf dat ik zoveel kan praten. En alsnog dat de focus gewoon redelijk blijft. Dus daar ben ik trots op, jongens. Oh nee, we gaan toch niet nu... Nee, we gaan dit toch niet... Nee, we gaan dit toch niet zo doen. Oh, dan moet ik weer schuin gaan kijken. Oké, weet je wat? Negeer die vraagtekenblokken. Nee! Oké, op zijn kop ook nog. Nog een keer op zijn kop. En jump. Ja, goed zo. Dat was een mooi saltootje. Oh, ik heb bijna een kogel op mijn bakkes. En door. Ja, nice. Lekker ontweken, Rick. Top, ga door. Lekker. Oh. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zit echt vol spanning nu, hè. Ik vind dit best wel spannend of we dit gaan redden. Oké, we moeten blijven springen om die pulsen te ontwijken. Ja, spring maar. Top. Ja, lekker. Kan ik nu hier op? Ja, dan hebben we... Oh, we moeten hier gewoon opspringen. Pak hem. Nee. Pak hem. Woe, lekker man. Ik wou dus pounden erop, maar toen deed ik het net mis. En toen stond ik in één keer onder elektriciteit of zo. Nog 2 sterren te gaan. We hebben een nieuw hoofdstuk in het storyboek. Oh, die moeten we sowieso even checken. Want we zijn nu bijna aan het einde van het verhaal. Dus ik wil natuurlijk wel even weten hoe dit allemaal afloopt. Vertel eens even, Rosalina. Hoofdstuk 7, de telescoop. Rosalina zag de 100ste komeet en ze vroeg zich af...
of haar thuisplaneet nog steeds zo blauw was als dat ze zich herinnert. En ze zag een klein blauw stipje toen ze door de telescoop keek. Het was nog kleiner dan de Starbit. En het voelde vreemd, want het was zo ver weg, maar tegelijkertijd voelde het heel dichtbij. Ze zoomde wat verder in met de telescoop en toen zag ze een grasachtige heuvel met bloemen. En ze herkende dat. Ze zoomde nog verder in en ze zag een terras. En ze herinnerde dat ze vroeger heel vaak door die telescoop heeft staan kijken, de vaders telescoop. Vroeger deed ze dat dus samen met de pa. En ze herinnert zich die planeet. Ze herinnert zich namelijk hoe haar broer en zij met een slee de heuvel afgleden. En ze herinnert ook de picknicks met haar moeder en de wind. Oh, ze kent die planeet. Ze wil naar huis. Ze wil nu naar huis. Het meisje moest huilen. En de Luma's wisten niet wat ze moesten doen. Ik wil terug naar mijn huis bij de heuvel. Ik wil terug naar mijn moeder. Oh, arme Luma's. Het meisje zegt ook, maar ik weet dat ze daar niet is. Ze is niet daar in de lucht, want ze slaapt onder de boom op de heuvel. En de echo van het huilende meisje ging het dwars door de sterren heen. En er was een zachte zucht voelbaar in het gebied. What? Ik denk dat we niet alleen het einde van Peach gaan ontdekken, maar ook wat er met Rosalina gaat gebeuren. Super spannend. Ik ben heel erg benieuwd welke kant dit op gaat. Nogmaals doen, blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickatune. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!